Zal ik dan voor de zekerheid, voordat jullie misschien toch hier iemand online komt die het gaat jatten, zet ik toch even deze hekjes terug. Hey kijkers van Dus David Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe survival aflevering. Vandaag ben ik alleen, maar de survival server is wel open. Het is middag al, maar er is helemaal niemand online. Wat zonde. Misschien ook wel lekker, want wat ik heb gezien, ik heb dit mooie platform, er is niks gesloopt, helemaal niks gegriefd, maar mijn gewassen worden gestolen. Al die duur verdiende aardappeltjes en worteltjes worden gewoon weggehaald door iedereen en daar ben ik best wel verdrietig over. Wat kunnen we daar nou eens aan doen? Ik heb één keer gezien dat mensen met hekjes, een soort stellage. Daar is een hele stellage. Om je gewassen heen bouwden. Dat ga ik dus ook doen. Dan kunnen jullie er niet meer bij. Kan ik in ieder geval van mijn farm genieten. Want ik heb eens een beetje rondgekeken, een beetje rondgevlogen. En bij alle andere huisjes blijft iedereen netjes van de farms af. Het is schijnbaar heel leuk om mijn farm te stelen. Let's do this. We gaan eventjes boompjes hakken. Want dan kunnen wij hekjes maken. Doen. Kom hier. Zo, let's do this. Als het goed is, ja, kijk, daar is ook een mooie boom gegroeid. Zo, lekker zon in mijn ogen. Zo, kunnen we achter de plantjes. Oh, daar kan ik weer niet bij natuurlijk. Oh, deze al even weg. Hoppakee. Ik vond trouwens de opening stream vond ik echt super gezellig. Samen met Vincent heb ik dat gedaan en ik vond echt alle mensen die er waren, we hadden wel een beetje lag, maar ik vond het echt heel erg gezellig. Ik kan echt niet wachten om met iedereen een beetje op te gaan nemen. We hebben hout. En een sapling zie ik. Hoppakee. Dan planten we die ook gelijk even terug. Hopelijk groeit dat snel terug. Hoeveel hout krijgen we hiervoor? Oh, meer dan een stack. Aan de slag. Ik heb al 3 hekjes. Volgens mij heb ik ook nog hout. Ja, kijk. Nog meer hout. Hier nog? Nee. Dit is trouwens allemaal met die stream. Die diamonds, die heb ik samen met Vincent gevonden. Die heeft hij bijna allemaal, wilde die in de lava gooien, maar ik heb ze gelukkig gekregen. Dit is allemaal van de livestream. Dus niet dat jullie denken, huh? Hoe kom je in één keer aan al die spullen? We gaan eerst stokjes maken. Dat is volgens mij hoe het hier werkt. En als het goed is, kunnen we dan zo hekjes maken. Ik heb geen idee hoeveel ik er nodig heb, dus ik bouw gewoon een hele zooi aan hekjes. Een stack hekjes. Nou, dat moet goed komen. Hoe maak je zo'n stellage? Ik denk gewoon zo. Zo, gaan we dat doen. Oh, dit gaat natuurlijk niet. Oké, dan hak ik hem zo. Dan kap ik het af, zeg maar. Ik heb trouwens nog nooit zo'n ding gemaakt. Dus ik ben benieuwd of het werkt. Want op deze manier raak ik natuurlijk steeds sneller al mijn aardappeltjes kwijt. Die ik eigenlijk gewoon gestolen heb van jullie in die village. Nee, hier. Zo ja. Goed bezig, hekjes. Voor mensen die mijn gewassen al een keer gestolen hebben, de aardappels. En die komen hier straks terug en dan denken ze, ik kan er niet meer bij. En dan denk ik. Eigen schuld, dikke bult. Moet je maar niet van mij stelen. Nog eentje hoger, denk ik. Oh, ik denk dat dit goed moet zijn. Ja, dit ziet er mooi uit. Nou, het ziet er niet mooi uit trouwens, maar ik hoop gewoon dat het effectief is. Dat jullie er niet meer bij kunnen zo. Ik denk dat als ik er dan nu zeg maar een soort dakje op moet bouwen. Zo. Ik hoop echt dat ik er genoeg heb. Ik begin nou toch wel een beetje te twijfelen eigenlijk. Weet je wat? Ik heb trouwens een beter idee. Ik vind dit namelijk niet zo heel mooi. We kunnen ook gewoon eventjes hout hakken en dan van die slabs ervan maken. Dan heb je ook een dakje toch? En hoe maak je trouwens een hek? Ik moet natuurlijk ook een soort deurtje hebben waar ik dan wel door kan. Oké, ik haal dit heel even weg. Zo hier. Hier ga ik later een soort deurtje maken. Hout hakken. We gaan naar beneden. We gaan nog even wat boompjes daar weghalen. Niet dat soort bomen, wel deze. Hoeveel zal ik nodig hebben? Zal ik er nog een weghalen? Ja. Eigenlijk moet ik ze ook terugplanten. Maar ja. Ik heb nu. Oh ja, ik heb wel een sapling. Ik zal zo meteen netjes een boompje terugplanten. Goed. Ik heb trouwens nog niet heel veel huisjes gezien. Ik ben bij een paar huisjes langs geweest om daar een soort welkomstbordje te plaatsen. Van, hey, welkom in de survival wereld. La la la. Kijk, ah nee, daar staat een huisje. Allemaal huisjes. Gezellig. Mijn buren. Ik zal daar straks ook nog een paar welkomstbordjes plaatsen. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen al dicht bij de kist zijn geweest eigenlijk. Of dat mensen echt nog steeds geen idee hebben waar die kist zich zou moeten bevinden. Het is weer een boel hout. En daar wil ik eventjes wat mooie slabs van maken. Dat kan van dit hout toch? Zo.
2 stack slabs. Moet genoeg zijn. Doen we dat als dakje. Zo. Prachtig. Niks meer aan doen. Nee. Ik wilde er maar 1 plaatsen. Oh, het is wel ander hout. Ik dacht dat ik dat met dit hout had gemaakt. Nou ja. Boeit niet. Wie van jullie is trouwens al in de oude tempel geweest? Daar ben ik ook benieuwd naar. Daar hebben we ook een hele mooie ruimte gemaakt. En er komt binnenkort ook heel veel. Ik zal binnenkort een video maken waarin ik uitleg wat er allemaal gaat gebeuren in die tempel. Want waarvoor staat die tempel daar nou eigenlijk? Alleen maar voor die introductie trailer video? Nee, nee, nee. Die heeft een reden. Zo, als het goed is moet hier dus niemand meer bij kunnen dan. Als ik hier een soort hek heb gemaakt, een poort. Maar ik heb geen idee hoe je dat doet. Nou, dan maak ik in de volgende aflevering een hek. Helemaal prima. Ik heb geen hout overgehouden voor de bordjes. Ik heb nog maar 1 bordje. Dan ga ik dat bij dat eerste huisje die we daar zagen, ga ik zo meteen een welkomstbordje plaatsen. Een wooden axe, wortels en aardappels. Een wooden hoe trouwens. Ik weet niet waarom ik axe zei. Zo. Hier zo aardappeltjes. En hier. En dan doen we op die achterste doen we worteltjes. Ik moet ook nog steeds dieren vinden. Hebben jullie überhaupt al een dier gezien op deze server? Ik nog niet namelijk. Zal ik dan voor de zekerheid, voordat jullie misschien toch hier iemand online komt die het gaat jatten, zet ik toch even deze hekjes terug. Ik zie trouwens dat het hier helemaal niet verlicht is, joh. Moeten we wel eventjes doen. Zo. Mooi licht allemaal. Nou, dan heb ik mijn gewassen beschermd. Dat was eigenlijk wat ik deze aflevering wilde doen. Volgende aflevering ga ik dus... Oh nee, wacht. Ik zou nog dat bordje plaatsen. En ik ga jullie uiteraard nog een tip geven. Wacht eens even. Ik heb hem namelijk al even opgeschreven. Lopen we heel eventjes naar beneden. Het is donker. Ik heb ook nog geen mobs gezien. Zombies of creepers of skeletons. Zal dit mijn eerste confrontatie zijn met een monster? Ik zie namelijk nog helemaal niks. Wat ik niet erg vind overigens. Waar zijn de zombies? Normaal is het toch... Word je overlopen door zombies of niet? Dat huisje daar, die krijgt een welkomstbordje van mij. Dus als jij nu zit te kijken en je ziet jouw huisje... Juich. Ik hoorde het niet. Maar deze... Is een bazenhuis. Huh? Een ontploft huis. Nou, je krijgt toch een bordje van mij. Ik hoop dat je hier nog woont of dat je niet bent verhuisd. Of in ieder geval je huisje is ontploft. Welkom op de survival... Oh. Hoofdletter. Survival server. Groetjes. Kevin Doms. Fakkeltje erbij. Zo. Dan gaan we weer terug naar boven. En dan geef ik jullie alvast de tip die... Daar in beeld komt. In één keer goed nu, deze keer. De tip voor vandaag is... Ik kijk op jullie neer. Dat is de nieuwe tip om de kist te vinden. En ik ben toch wel benieuwd of iemand al helemaal in de buurt zit om een kist te vinden. Ik vind eigenlijk dat het al best wel een tijdje duurt. Ik had het van tevoren wel gezegd dat ik dacht dat het een paar weken zou duren voordat iemand hem zou vinden. Kom aan, guys. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En bedanken dat jullie voortaan van mijn gewassen afblijven. En dan wil ik jullie vragen om even een blauw duimpje omhoog te doen. Even te abonneren op Dus David Games als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je nou meer van mij zien, dan kun je ook heel eventjes abonneren op Kix Games. Link staat in de beschrijving. En dan zeg ik vanaf hier, in mijn warme huisje. Ciao!